En dan nu de sport. De weg ernaartoe is nog heel lang. Maar voor amateurbokser Max van der Pas uit Elsendorp staat alles in het teken van de Olympische Spelen 2016. Afgelopen weekend zette hij al een goede stap in de richting. Van der Pas debuteerde in de zwaarste bokscompetitie van Europa, de eerste Duitse Bundesliga. Pauzes, een beetje lange pauzes. Nadat ik 10, 15 seconden even een beetje extra liefstoot, dan weer pauze. Ja. Nog tijd zat, hè. Kort, 10, 15 seconden en dan was, hè. Ja. Ik heb voor mij gekozen, maar het is gewoon naar daar.